Een hele goede middag. Mijn naam is Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij LM Automakelaardij. En tijdens deze livestreaming wil ik jullie graag wat meer laten zien van een appartement waar ik op dit moment sta. Het appartement staat sinds deze week op Funda. Vanaf volgende week gaan wij beginnen met de bezichtigingen bij deze woning. Ja, maar door middel van deze live video wil ik graag alvast een kijkje geven in dit appartement. Dus leuk dat je meekijkt. Ik ben binnen begonnen, want buiten, ja, helaas, het is niet zo'n mooie dag als gisteren. Het regent en nou, ten tweede, als ik op straat was begonnen, dan duurt het eventjes voordat ik bij het appartement ben. Met de lift of met de trap. Dus met het oog op de tijd. Ben ik gelijk maar in het appartement begonnen. Even kijken. De camera ga ik omdraaien. En dan loop ik even terug naar de entree van het appartement. En dan kan ik even vertellen waar ik precies ben. Ik ben dus op de grens van Naarden en Bussum. Om precies te zijn op de Slochterlaan. En dit appartementengebouw, dat, wat ik al zeg, die is, bevindt zich op de grens van Naarden en Bussum. Net in Bussum. En heeft dus een hele centrale ligging. Een centrale ligging wat dus goed bereikbaar is. Met de auto, fiets, maar zeker ook met het openbaar vervoer. En dat ga ik je laten zien namelijk. Want als ik hier de galerij oploop, dan zien we daar in de verte het station van Naarden-Bussum. Dus die bevindt zich op steenworp afstand. Er komt ook net een trein voorbij. En dat is de achterkant van het appartementengebouw. En je leeft eigenlijk aan de andere kant van het gebouw. Maar hier kom je bij de entree, bij de toegangsdeur. Dit is de galerij. De galerij die gaat twee kanten op. De trapopgang en de lift die bevindt zich in het midden van het gebouw. En de woning bevindt zich praktisch aan het eind van de galerij. Dus als één groot voordeel, er is weinig loop langs de woning. Hier hebben we nummer 30, Slochterlaan nummer 30. Er komt nog één buurman hier voorbij. En die zien we hier de toegang. Dus het appartement heeft in het gebouw een vrij rustige ligging. Bereikbaar dus via de trapopgang en de lift. En hier dus de toegang tot het appartement. Het appartement heeft 80 vierkante meter woonoppervlakte en is verdeeld in drie kamers. Een woonkamer en twee slaapkamers. Nou, uiteraard sanitair en de keuken. Ik ga het je laten zien. Hier binnen. Als we binnenkomen hebben we in eerste instantie een klein halletje met ruimte voor het ophangen van de jassen. Hier links is de meterkast. We noemen dit ook vaak wel een tochtportaal. En die kan je afsluiten. Je ziet rechts de deur. En vervolgens is er weer een redelijk goed formaat hal, kan ik wel zeggen. Met toegang tot alle ruimtes. Ik begin maar even bij de eerste kamer, de eerste slaapkamer, en die bevindt zich hier aan de rechterkant. Je zag alvast in beeld ook de intercom, daar hangt een redelijk nieuwe intercom. Dus als er beneden iemand voor de deur staat, belt aan. De camera die wordt dan geactiveerd en je kunt zien en luisteren wie er voor de deur staat. Goed formaat slaapkamer. Zoals je ziet, voldoende ruimte voor. Oh, er verschijnt even iets in mijn beeld. Zo, weg. Voldoende ruimte voor het plaatsen van een goed bed. Tweepersoonsbed. Kastjes ernaast. En dan heb je eventueel nog de mogelijkheid en de ruimte om bijvoorbeeld nog een losse kast hier te plaatsen. Het appartement is licht afgewerkt. Ik heb even wat lampjes aangedaan, want het is echt een sombere dag helaas vandaag. En door de hele woning ligt deze lichte laminaatvloer. Geen drempeltjes, loopt in één stuk, loopt dat door. De wanden zijn behangen.
licht behang. En alle ramen zijn vervangen. Er zit inmiddels dubbel glas. De huidige bewoner die heeft hier een folie opgeplakt die je hier in beeld ziet. Nou, dat kan je uiteraard verwijderen als je dat zou willen. Dus dat is de eerste slaapkamer. Die bevindt zich dus aan de galerijkant. De tweede slaapkamer die zit achter die deur. Die ga ik straks laten zien. Ik loop eerst even naar de andere kant. En dat is hier de woonkamer. Prima formaat woonkamer. Ben je nou benieuwd naar de maatvoering? Dan wil ik je graag verwijzen naar de website slochterenlaan30.nl. Daar hebben we de plattegronden met de bijbehorende maten. En zoals je ziet, voldoende ruimte voor het plaatsen van een eettafel. Hier vier stoelen, maar je kunt echt wel een grotere tafel nog eventueel plaatsen. En een ruimte voor het creëren van een grote zithoek. Veel licht komt hier naar binnen. Je hebt hier te maken met een gebouw wat in de jaren 60 gebouwd is. En dan zie je vaak dat er grote ramen zijn gebruikt. Ramen met dubbel glas. En hier vandaan dus toegang tot het balkon. En hier ook meteen zicht op het uitzicht. De Slochterenlaan is een doorgaande straat. Niet een hele drukke, maar ja goed, er komt verkeer doorheen. En daarachter zie je een plantsoen. Plantsoen is nu in gebruik als speelveldje. Er zit ook een voetbalveldje. Maar daar zijn wel plannen om daar mogelijk te gaan bouwen. Dus dat is wel belangrijk om even te weten. Ja, maar dat ligt wel een goede afstand. Het is niet bovenop. Alleen het uitzicht zal in de toekomst zeer waarschijnlijk gaan veranderen. Ik zal het nog een keertje laten zien. Die bomen die gaan straks in blad staan, dus dan kijk je ook mooi in het groen. Ik had al verteld, het station. Hier achter het groen, daar bevindt zich de woonwijk Het Spiegel. En als ik hier de straat uit zou rijden, dan rij ik richting het centrum van Bussum. Is loopafstand of fietsafstand heel goed te bereiken. Nou, balkon heb ik ook wel even in zicht. Ik zal er straks nog even oplopen. En die ligt op de westkant. Dus je hebt hier de middag- en de avondzon. Zuidwest moet ik zelfs zeggen. Nou, naast deze woonkamer daar bevindt zich de tweede slaapkamer. Ook weer van een goed formaat. De eerste slaapkamer had al ruimte voor een tweepersoonsbed. Ook deze kamer biedt die ruimte. Ook dat grote raam weer. Toegang tot het balkon. En in deze kamer is een kastenwand geplaatst. Ik zal eventjes iets verder de kamer inlopen. Hier zie je de kastenwand. Die is hier ingebouwd met de schuifdeuren. Ik had al verteld, overal dubbel glas. Het appartement heeft een A-label gekregen. Heeft een eigen cv. Vaak zie je bij appartementen dat je te maken hebt met blokverwarming. En dus dan is er een centrale ketel voor het hele gebouw. Hier is dat in eigen beheer. Je hebt gewoon je eigen cv-ketel. Die is weggewerkt in de keuken. Hier de hal weer vanaf de andere kant zichtbaar. Dan zien we hier rechts nog twee deuren. En dat is van het sanitair. Er is een badkamer met een
inloopdouche. Daarnaast de plek voor de wasmachine. Je kunt er eventueel nog een droger bovenop plaatsen. Een handdoekenradiator en hier een wastafelmeubel. Het is een keertje opnieuw betegeld. Witte tegels op de wand, anthraciet op de vloer. En wat ik zelf altijd wel prettig vind, is dat het toilet apart naast de badkamer bevindt. Ja, dus niet in de badkamer, wat je ook nog wel eens tegenkomt. Ja, en dan als laatste ruimte de keuken. Mensen die net zijn ingeschakeld, net zijn mee gaan kijken, ik zal zo nog alle ruimtes één keer langs gaan. En deze video of deze uitzending wordt opgenomen als video en komt straks ook weer op de site slochterenlaan30.nl. Nou, hier de keuken. Hier zie je een hoge kast. In die kast zit onder andere ook de cv-ketel. Er is veel bergruimte. Want ook aan de overkant van dat stukje zie je dit gedeelte van de keuken. En met nog een extra aanrecht. De koelkast is ingebouwd. De vaatwasser is ingebouwd. En er wordt hier elektrisch gekookt. Volgens mij is het keramisch. Ik moet heel even spieken. Een inductie kookplaat. Met de afzuiging daarboven, zoals je ziet. Gewoon een nette keuken. En wat ik al zei, of misschien al een paar keer benoemd heb. Het is, de opzet van dit appartement is wel heel prettig. Hè? Die 80 vierkante meter heeft het. En daardoor zijn alle ruimtes eigenlijk wel allemaal van een prettig formaat. Hij ligt dus goed in het gebouw. Goed in die zin aan het eind van de galerij. Wat betekent dat je weinig loop van medebewoners langs de woning hebt. Hij ligt op de eerste verdieping, dat heb ik nog niet verteld. Maar dat had je misschien net al een beetje kunnen zien door het raam. En hier dus de hal met daar een tochtportaal naar de voordeur. Tochtportaal kan je goed gebruiken om bijvoorbeeld de jassen op te hangen. En die zie je hier in beeld. En dan zal ik alle ruimtes nog een keertje langs gaan. Het is een driekamer appartement met dus twee slaapkamers. Twee ruime slaapkamers. En je kunt hier dus ook prima nog eventueel, als je zegt ik heb twee slaapkamers nodig, maar ook een werkruimte. En dan zou je bijvoorbeeld, zoals hier gedaan is, een bureau neer kunnen zetten. En dan heb je dus echt wel voldoende ruimte nog om het bed heen te lopen bijvoorbeeld. Nou, hier de hal weer. Keuken heb ik net laten zien. Hier het sanitair. Een apart toilet en daarnaast deze badkamer met een inloopdouche. Plek voor de wasmachine. Je kunt een droger er nog op zetten. En een wastafelmeubel. Daarnaast de tweede slaapkamer. Ook hier weer prima maatvoering. En met een kastenwand. Schuifdeuren is ingebouwd. En toegang tot het balkon. Ik vertelde net al, haak je net in en heb je wat gemist. Je kunt in de loop van de dag kan je deze video terugkijken op de site slochterenlaan30.nl.
En hier de woonkamer. Woonkamer ook met dat grote raam, de deur naar het balkon. En voldoende ruimte voor het plaatsen van een zithoek. En een eethoek, eetkamer wil ik zeggen. Nou, dan zal ik eens het prachtige weer even laten zien. Niet het mooiste weer. Hij ligt dus goed op de zon. Het is zuidwestkant. Dus je hebt hier gedurende de dag, als de zon schijnt, een hele goede zonligging. Nou, de bomen zijn net allemaal gesnoeid. Maar als ze straks weer in blad staan, een mooi groen uitzicht. En als we hier de straat uitrijden, dan kom je richting het centrum van Bussum. En wat belangrijk is om te weten, is dat dit gedeelte parkeren voor belanghebbenden is. Dus het is niet zo dat hier de winkeliers hun auto de hele dag neer kunnen zetten en dat het hartstikke vol is. Nee, je hebt hier gewoon belanghebbenden parkeren. Dus dat wil zeggen dat je, even uit mijn hoofd gezegd, 37, 38 euro in het jaar betaalt voor een parkeervergunning. Als je kunt aantonen dat je hier een appartement bezit. Het appartement heeft zonneschermen. Die zie je hier, denk ik wel in beeld. Elektrisch bedienbaar. Nou, ik ga weer naar binnen. Dus dat is even het rondje van de Slochterlaan nummer 30 in Bussum. Nou, ik hoop dat je door middel van deze korte rondleiding een goed beeld hebt gekregen van wat dit appartement te bieden heeft, de ruimtes. En uiteraard is het goed om het huis, of appartement moet ik zeggen, een keer van binnen te bekijken om ook een gevoel erbij te krijgen. Nou, dat kan vanaf volgende week. Je bent van harte welkom. Wil je voordat je een afspraak maakt nog even wat meer informatie? Kijk dan even op de site slochterlaan30.nl. Daar vind je ook de plattegronden, aanvullende informatie en onze contactgegevens. Dus wil je met ons de woning komen bekijken, neem contact met ons op, want we laten hem graag aan je zien. Dank voor het kijken.